De Katholieke Onderwijzersbond, KOB, heeft vandaag een sit-down actie gehouden. De bond is ontevreden over de vele onduidelijkheden binnen het onderwijs en wil dat de verhoging van de benzineprijzen wordt teruggedraaid. Tijdens deze actie bevonden de onderwijzers zich wel op hun werkplek. Echter hebben zij vanaf 11 uur 's morgens geen onderwijs gegeven. De voorzitter van het bestuur van KOB, Bernice ter Beek Baron, zegt dat onderwijzers de verhoging van de brandstofprijzen niet zullen kunnen dragen, aangezien alle prijzen voor de basiszorg enorm zijn toegenomen. Hiermee vallen onderwijzers al beneden de armoedegrens, zegt de voorzitter. We hebben onze eis al gesteld van dat is dat de benzineprijs teruggedraaid moet worden, zodat de leerkrachten kunnen gaan afronden. Als de regering niet naar ons wil luisteren, dan gaan die ouders misschien boos op ons worden. Maar er zijn ook ouders hier, leerkrachten hier die ouders zijn. Ik ben ook een ouder. Ik heb ook een kind die moet afronden. Of kinderen. Maar als we niet opstaan en we geen streep achter zetten, gaat niks gebeuren. We moeten nu opstaan en we moeten nu vechten voor onze belangen. Elke keer wanneer die benzineprijs de lucht ingaat, zitten de leerkrachten in problemen. Zijn ook mensen, toch? Of zijn we geen mensen? We zijn ook mensen. En we zijn ook mensen, we zijn mensen die op een waardige manier behandeld moeten worden. De bondsvoorzitter haalde aan dat de bond al heel vaak aan de bel heeft getrokken over de nijpende situatie in het land en de manier waarop er gecommuniceerd wordt over het onderwijsproces. Het is voor onderwijzers heel moeilijk om bij te betalen voor medische verdiensten. Als je geen mensen in het buitenland hebt om je te ondersteunen, red je het niet. Moet je nu een bedelaar zijn voor je familie in het buitenland? Als ze het vrijwillig willen doen, geen probleem. Maar allerlei zien actie. Ik kan niet naar 100 euro. Ik kan niet naar 50 euro. Als mensen willen kijken naar wat het buitenland biedt, want wereldwijd is die prijs niet gestegen. Maar wereldwijd verdienen de meeste landen, de leerkrachten verdienen goed daar. Laten we dat dan afkijken. Laten ze ons hier dan ook goed betalen. We hebben in onze petitie aan de bel getrokken over de belastingsschijven. Er is een concept ingediend namens de totale vakbeweging. Waarom kan de regering het dan nog niet uitvoeren? Dan hoef je ons geen extra geld te geven, maar je begint dat te doen, dat we dan meer geld overhouden. De Christelijke Onderwijzersbond eist dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, of van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, dat zij in overleg gaat met de regering voor het terugdraaien van de benzineprijs. De bond heeft vanavond om 9:15 een ontmoeting met de minister.